Good, Kelvin. Mijn naam is Kelvin, ook wel bekend als Calvin. En het is tijd om iemand te grazen te nemen. Inderdaad, voordat we de persoon in kwestie gaan roosten, wil ik jullie eerst vragen om deze weer... Zo, dat keeltje moet even weer gesmeerd worden, man. Zo met die koude decemberdagen. Ik bedoel, is niet goed voor de gezondheid, weet je wel. Ja. 10.000 likes. Dat is het aantal wat deze video binnen 24 uur moet halen om ervoor te zorgen dat er morgen weer een nieuwe komt. Dus doe het sowieso. Smack die like. Oh, wacht even rustig aan. Als we binnen 24 uur 10.000 likes halen, betekent dat dat er morgen weer een nieuwe video aankomt. Want ja, het is nog steeds Kelsember, de maand waarin we elke dag een video uploaden. En de maand waarop jij kans maakt op een chill sessie met mij. Niet bij mij thuis, maar bij jou thuis. Het enige wat je hoeft te doen om kans te maken op die legendarische chill sessie is een reactie achter te laten en abonneren op mijn kanaal. Top verhaal. Vandaag is een bijzondere dag, namelijk ik mag weer iemand gaan roasten. En dat vind ik toch altijd weer genieten, jongens. Maar wat me opviel bij de vorige roast van Stefan is dat er nog best wel wat mensen waren die reacties plaatsten van ja, dit kan niet, het is te erg, je maakt te heftige grappen, wa. Luister, dat is het hele principe van een roast. Ja, ik ga hier niet 20 grappen maken over hoe grappig iemands hoofd eruit ziet. Het mag wel even wat harder. Dus bij deze, mocht je niet tegen harde grapjes kunnen, ga dan alsjeblieft weg. En ik heb ook altijd gewoon toestemming van de persoon die ik ga roasten. Dus ik doe gewoon niks verkeerd, jongens. Laten we dat even duidelijk hebben. Jullie zijn gewoon aan het zeiken om het zeiken. En dat is prima, maar doe het even ergens anders, oké? Dankjewel. Goed, laten we de sfeer niet verpesten. Het is tijd voor de roast of busy motherfuckers. Inderdaad, busy. Ik moet eerlijk zeggen, een roast als deze is nieuw voor mij. Want normaal gesproken roast ik alleen maar YouTubers. Weet je wel, van die types die het liefst de hele dag naar zichzelf kijken in de spiegel. Maar nu moet ik rappers roasten. Weet je wel, die types die het liefst de hele dag zichzelf aftrekken in de spiegel. Oké, dus ik trek mezelf af. De hele dag is, dat is wel waar eigenlijk. Over types gesproken die zichzelf het liefst de hele dag aftrekken in de spiegel. Busy Brooks, ook wel bekend als Leo Roelandschap. Ik ben gewoon vernoemd naar mijn opa. Leo Roelandschap. Dan mag je er nog wel zo gangster uitzien. Maar met zo'n naam klink je eerder als de lokale buurtsuper. Tering, man. Mag ik iets vragen? Waar liggen de noedels? Ah, die liggen daarachter. In het Leo Roelandschap. Ah, dank u. Dank u. Inderdaad, Busy heet daadwerkelijk Leo Roelandschap. En bij Leo weet ik nooit precies of hij nou Hollands of Surinaams is. Ik bedoel, als je deze foto's ziet, denk je ja... Dat is sowieso geen Hollander, dat kan niet anders. Maar als je hem dan hoort praten, dan... Ik vind als man, als je een vrouw je achternaam geeft, misschien is het heel ouderwets, maar dan ben je gewoon verantwoordelijk. Als je een vrouw je achternaam geeft, dan ben je gewoon verantwoordelijk. Jezus. Ja, ik praat Carlo netjes. Het lijkt wel alsof ik naar iemand van de ChristenUnie aan het luisteren ben, die bij Pauw zit of zo. Godverdomme. Laten we het even hebben over iets waar je Busy voornamelijk van zou kunnen kennen. Namelijk zijn diepzinnige teksten. Je gaat lekker diep, 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 diep. Die mofo gaat diep, 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 diep. Diep. Of deze. Het antwoord op je vraag is ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja? Ja. 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 Nee. Ik denk dat ik ook het meest geld heb verdiend in heel Nederland. Met het woord ja. Dus. Het is toch ongelofelijk, jongen. Waar zijn we beland in de muziekindustrie, jongens? Ben ik de enige die het opvalt dat al Busy's hitjes gewoon het herhalen van het laatste woord is? Misschien moet ik ook gewoon zo video's gaan maken. Maken, 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 maken. Kijk en abonneer, 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 abonneer. God, ik voel me nu al kut. Hoe hou je het vol, Busy? Busy was niet altijd een arrogante solo-artiest. Hij is namelijk begonnen als 1/3 van de DJ-act Yellow Claw. En als je niet weet wat Yellow Claw is, kijk dan maar even hiernaar. Inderdaad, Busy is weggegaan bij Yellow Claw om zich volledig te kunnen storten op dit. Dansen met 16-jarige meisjes. Dat... Ja, dat is wel een heel erg bekrompen versie van waarom ik gestopt ben, maar oké. Je had zo'n mooie carrière kunnen hebben. En dan is dit waar je eindigt. Oké. Maar waarom is Busy dan toch weggegaan? Nou ja, volgens hem wilde hij meer tijd besteden met zijn familie. Hey, I'm a family guy, je weet toch? Oh, wat schattig van hem. Oh mijn god, wat ben jij... Oh, wat een lieve vader. Oh mijn god. Maar heel eerlijk, ik denk dat het beter was als je gewoon bij Yellow Claw was gebleven, vriend. Want dan had je zo nooit hoeven weten wat voor achterlijke vader die heeft. Voor de Yellow Claw tijd was Busy al solo-artiest. Jazeker, 12 jaar geleden maakte hij zijn allereerste liedje.
Zet je schrap. The fur. The fur. The fur. Ja, die outfits, die gaan te fur inderdaad. Jezus. Het mooiste aan deze video vind ik nog wel dat, ondanks dat het 12 jaar geleden is, dat Busy's hoofd er gewoon nog precies hetzelfde uitziet. Behalve je styling, die is er wel een beetje op vooruit gegaan. Jezus, kijk even naar dit. Je lijkt wel DJ Sean, jongen. Gadverdamme. Genoeg over DJ Sean. Laten we het hebben over mensen die wel hitjes kunnen scoren. Namelijk Busy. Ja, dat moet je hem nageven. Busy heeft best wel wat mooie hitjes op zijn naam staan. Als we bijvoorbeeld even naar zijn Spotify kijken, dan zien we dus al Busy's hitjes. Nou, netjes gedaan. Het enige wat me opvalt is dat geen één van die hitjes een solo track is. Dat, ja, dat is toch jammer. Je hebt toch altijd weer hulp nodig van anderen, Busy. Er zit altijd gewoon minimaal iemand anders op die track om het een hitje te maken. Oké. Als we even 100 jaar naar beneden scrollen, dan zien we toch nog een solo hitje. Namelijk Aventura. Ja, die gouden oude Aventura. Wie kent hem niet? Oh ja, niemand. Het is een koude mooie tune, man. Mensen huilen tijdens live shows op die tune. Aventura, man. Shit. Wat is dit ook voor liedje? Het is maar goed dat je zoveel featurings hebt, Busy, want die gaat het niet worden. Conclusie, je bent wel echt een volwaardig artiest, hoor. Die leunt op het succes van anderen. Heel netjes. Ook heeft Busy met zijn prachtige lichaam op de cover van de Mensheld gestaan. Weet je wel, dat tijdschrift waar mannen zichzelf op de cover willen laten zetten zodat ze minder onzeker zijn. Dat is. Je lijkt wel op een Sims poppetje op het standje meest gespierd. Die kop van jou. Wat me ook is opgevallen is dat Busy overal aan meedoet. Ik weet niet of je dat wel eens door hebt gehad, maar Concentrate Leugentest, Excite Vluggetje, Haters and Lovers 538, Jeugdjournaal, Podcast, hij doet overal aan mee. Media ho, right here, let's get it. Get that guap, get that money. Ik doe trouwens niet overal aan mee. Trouwens dat ik hier aan meedeed, dat is echt gekke werk. En als je afvraagt waarom Busy zoveel hitjes heeft, nou ja, dat komt dus omdat hij precies dezelfde tactiek toepast als John de Mol. Maak gewoon zoveel mogelijk bullshit, zo vaak mogelijk, en dan zit er vast wel een keer een hitje tussen. John de Mol, same page. Serieus, ik durf te wedden dat je nog nooit gehoord hebt van pum 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 of dansen of pepepe met een refreintje van hoog niveau. Pepepe 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 papapa papapa papapa. Shout out Mr. Polska. Ik word gewoon echt, ik voel me met een seconde dommer worden als ik die lyrics uitspreek, hè. Of Girl You Know. Dit liedje is zo'n grote flop dat de volledige songtekst niet eens op internet te vinden is. Girl You Know niet compleet of bevat een fout, help ons met de juiste lyrics. Oké, dat is kut. Oh wacht, hey, dit is leuk. Busy doet gewoon mee in het Jeugdjournaal. Nou, wat leuk. De man van hier wordt gepoest, hier wordt geneukt, doet mee aan een kinderprogramma. Het bekend zijn, dat heeft ook gewoon echt twee kanten. Ik vind het wel echt heel erg leuk. We krijgen heel veel gratis spulletjes. We krijgen heel veel gratis spulletjes? Yes, dat is de belangrijkste zin ooit. Hey, ik ben half white. Ik hou van gratis shit. Gratis spulletjes? Oeh, je bent toch een beetje gangster? Wat ben je nou precies? Probeer je nou tof te doen of... Maar wat vind je ervan dat heel veel kinderen naar die videoclips zo kijken? En meiden krijgen daar misschien wel een verkeerde boodschap mee? Nee, want die boodschap die ik verkondig... Stop! Stop het fragment! Dit vind ik mooi. We gaan even een quiz spelen, oké? Wat denken jullie dat de boodschap is van Busy's muziek? Ik heb een paar opties. A. De boodschap is... Wees jezelf. B. Doe het traag. C. Kunst. Of D. You only live once. Denk even na. Oké, bedankt. We gaan even kijken. Maar laten we even kijken naar het goede antwoord. De boodschap wat ik maak is gewoon kunst. Sowieso kunst. Ah, kunst. Kunst, ja. Ja, kunst, inderdaad. Ja, zeker. Als ik google op kunst, dan krijg ik allemaal dingen van jou. Serieus, kijk. Allee, wat staat er nou? Bedoelde u Busy's excuus om geile naakte wijven in zijn clips te proppen? De vorm en de sfeer die bij de muziek hoort, die komt gewoon van Zuid-Amerika. Dat is gewoon een stuk van de cultuur. Grappie, je kan ook gewoon toegeven, hè, dat je weet dat al die jonge boys van 12 gewoon zitten te fappen op je videoclips en dat ze daarom zo vaak worden bekeken. Nee, schuil maar gewoon achter je cultuur, meneer Roelandschap. Zou ik ook doen. Ik bedoel, Ilse de Lange gooit toch ook geen incest in haar videoclips, terwijl dat doodnormaal is in de Achterhoek? Toch wil ik heel eventjes bij die videoclips blijven. Want die chicks in die videoclips, waar haal je die vandaan? Ik heb me laten vertellen dat dit gewoon allemaal groepies zijn. Die denken dat ze mee mogen doen aan een Yellow Claw videoclip. En dat ze er pas achter komen dat het niet zo is nadat ze de quitclaim hebben getekend. Klootzak.
Leo heeft ook een zoontje, November. En ik heb beloofd om niet te veel heftige grappen te maken. Want ja, het is een kleine jongen en dat ga ik ook niet doen. Dat lijkt me niet verstandig. Maar ik moet toch zeggen dat ik het leuk vind dat je je kind hebt vernoemd na de enige maand in het jaar dat je hem ziet. Ja, het is toch spijtig dat elke keer als ze nu je zoontje roept, dat je herinnerd wordt aan die ene maand waarin Femke je liet stikken. Pijnlijk. Inderdaad, we zijn aangekomen bij het mooiste hoofdstuk van deze roast. Namelijk Busy's ervaringen met Femke Louise. Oh shit. Voor de mensen die het niet weten, Leo had best wel een groot aandeel in de muzikale carrière van Femke. Eigenlijk was Femke helemaal niet waar ze nu is als Busy niet bestond. Nou goed, hij deed niet helemaal alleen. Hij kreeg een beetje hulp van een bowlingbal met een baard. Shout-out JJ Boske. Nu ik het zo zie, wel ironisch trouwens, dat de twee slavendrijvers op de cover van een health magazine staan. Echt gezond man, 140 uur werken per week. Echt super healthy man. Dit is trouwens de foto van JJ als het studiolicht uitstaat. Dit is de eerste keer dat ik een babyhoofd op het lichaam van een alcoholist zie. Oké, genoeg over JJ. Laten we het even hebben over iemand die wel talent heeft. Femke Louise. Femke is, zoals ik al zei, het talentje van Busy. Busy heeft allemaal tijd en moeite in haar gestoken. Waarschijnlijk nog een paar keer met haar naar bed geweest. Naar bed met Femke Louise, bro. Dat laat ik over aan Snapking en Ronnie Flex. Om vervolgens gewoon volledig gedumpt te worden zonder bedankje. Weet je eindelijk hoe je exen zich voelen, Busy? Karma is een bitch. En dan hebben we het nog niet eens gehad over die tatoeages van hem. Dan gooi je je hele lichaam vol met tattoos. Maar dan zet je geen tatoeages op je gezicht. Terwijl dat juist de plek is waar we allemaal hopen dat je tattoos zet. Zodat we minder van je lelijke gezicht te zien krijgen. Kijk even naar die tatoeages. Ze zijn zo zwart en zo creatief. En zo mooi. Eigenlijk alles wat jij niet bent. Ook leuk dat je je artiestennaam zo boven je pik hebt getatoeëerd. Is dat zodat je na het aftrekken dubbel over jezelf kan klaarkomen? Of tenminste, als je überhaupt nog zaad hebt op jouw leeftijd. Oké, goed. Afgezien van al het gezeik op Busy heb ik wel wat geleerd vandaag. Twee dingen om precies te zijn. Twee dingen die ongeacht wat dan ook sowieso de waarheid zijn. Namelijk 1. Busy verdient sowieso genoeg geld. En 2. Ali B verdient sowieso meer. Sorry. Oké, dat was het weer, dames en heren. Busy, dankjewel dat ik je mocht roosten. Je bent een baas, ik ben trots op je. Ook al ben je een teringleider. Maar hopelijk kon je het een beetje hebben. Hopelijk kon je ervan genieten. Bedankt voor deze roast, man. Het was een eer om geroost te worden. Ik heb kunnen lachen. Normaal kijk ik er bij andere mensen. Dan vind ik het heel grappig. Je hebt goed je huiswerk gedaan. En voor minderjarigen vind ik het gewoon een hele goede poging tot een roast op Busy. En daar ben je chapeau, man. Ik wil jou vragen om een duimpje omhoog te geven op deze video, want bij 10.000 likes komt er morgen weer een nieuwe en dan gaan we hard en dan gaan we epic en dan weet hoe het gaat, papies. Hey. En dan heb ik nog maar één ding te zeggen, doe eens gek, je bent er normaal genoeg en dan zie ik jullie morgen. What's good, Kelfam? Brrr.